De Nationale Tuinbon. De groenste cadeaukaart van Nederland. Ricardo, een eigen keeperschool, al traaien voor jou er hier lang. Hoe bevalt dat? Het is wel een mooie uitdaging. Ik ben 7 jaar geleden begonnen met een project. Dat was een soort grapje. Ik dacht op een ochtend, we gaan met een aantal keepers hebben een trainen. We zien hoe ver we kunnen komen. Die jongen die vond het hartstikke leuk. Dus ik zei tegen de jongens, we gaan volgende week weer. En die zien we keeper, die werden wel 14. En op een gegeven moment, op een zondagochtend, waren we met z'n 20. En toen dacht ik, nou, dit is wel de instap om een project van een droom een werk van te maken. Dus ik ben in Steens begonnen en langzamerhand ben ik weer verder gegaan naar Leeuwarden. En na die tijd werd ik ook benaderd hier in Grauw voor de trainers van de jongens en van de jeugd. En zo langzamerhand is het een vaste patroon geworden. Ik trainde de keepers van Steens op dinsdag en woensdag zit ik in Grauw. Nee, woensdag zit ik in Leeuwarden bij FC. En kom ik weer verder in bij Grauw. Ja. En train ik daar ook alle keepers. We laten even een laatste fragmentje zien was het precies met de jeugd op het veld dorst. En hij gaat terug naar zijn positie en dan krijgt hij een bal van mij. Ja! Ja! Komt hij in de positie? Pak de bal. Een enthousiaste keeperstraining op het veld bij de jeugd. Ricardo, is dat de grote kracht van je keeperskwallen? Ja, ik ben van geboorte ben ik Italiaan. Ik kom uit Italië. Dus straalt passie, straalt plezier, straalt gedrevenheid. Ik heb wel cursus gevolgd. En zoals het, mijn collega vorige week zei, je hebt er wel een handvat door middel van cursussen volgen. Maar ik vind het dat jij als trainer, je moet je wel vanuit je passie, vanuit je visie, je moet er wel een training geven. En de kinderen die moeten wel merken en voelen wat je doet. Je moet er niet vanuit een papier een training geven, maar je moet vanuit wel een idee en vanuit een visie. En je ziet het wel dat als de kinderen wel plezier hebben en komen wel graag, dat je wel niet direct, want een keeper die kan je niet in 3 dagen of 3 weken opleiden. Je moet er wel een project van maken van 3, 4 jaar en na die tijd zie je resultaten. Zie je als Jesse, als Wessel en dan heb ik nog een aantal die ook ergens anders bij clubs, zoals in Groningen heb ik een paar. Dus die zijn heel vroeg begonnen, met 9 jaar, 10 jaar zijn er begonnen. En nu heb ik wel 2 die ook in Groningen trainen. En heb ik wel een paar bij ONS in Sneek. Heb ik er 2 dames die trainen bij de KNVB in Heerenveen. Dus dat zijn projecten die niet direct
klaar zijn, die duurt een jaar of 5-6 voordat je klaar bent. Ja, de bagage neemt die mooi omdat je zelf keeper best bent? Ja, ik neem heel veel van mijn vroege tijd als bagage, zoals jij zegt. Maar de tijden zijn wel veranderd. De technieken van een keeper zijn ook veranderd. Je kan niet meer als een soort schietschijf in de goal staan. Vroeger deden ze wel, je moest de ballen tegenhouden. Maar het wereld is, zoals iedereen bekend is, wel veranderd. En je verandert ook in de technieken. Dus je moet je ook af en toe, zoals ik ook doe, naar andere collega's. Ik ben wel de laatste keer in Enschede geweest. Ik ben in Zwolle geweest. Ik kijk er wel wat aan anderen. En zodoende leer ik ook wel veel van een andere de nieuwe technieken en hoe je moet je de nieuwe technieken ook toepassen. Je moet er niet stilstaan. Nee, de type keeper, zoals het is verorie, in welk opzicht? Die speelt het meer mooi als voetballer? Ja, de keeper van nu is het een gezegde van Johan Cruijff, is een voetballer met handschoenen. Dus de keeper van nu is een keeper die wel meevoetbalt, het spel ook zet, geeft leiding aan het team. Proberen wel het gedeelte van voetballen ook mee te doen. Dus hij is voortdurend elke keer in beweging. Hij voetbalt mee en geeft hij wel een leiding aan een aantal spelers. Dus niet meer passief, maar actief. Ja, hoe tjust het dan? Moet ze dan ook de benen hebben van een Van Basten en Van Bergkamp bij Cruijff? Nee, verwachten niet dat een keeper gaat voetballen. Maar wel als je een bal terugkrijgt, dat hij wel de bal goed aannemen kan en van links naar rechts de bal kan verplaatsen. En niet dat hij wel mee zich bemoeit met de voetbal. Ja. Maar wel dat je wel in ieder geval de basis heeft om een bal aan te nemen. En een bal terug te spelen, maar niet, verwacht hij niet. Of zakelijk is een keeper, moet een bal tegenhouden. Ja. Beginnen we daaraan. Ja. Is de tijd verorde dat een keeper is dat een mislukte voetballer? Moest nou echt voor dat vak keeper gaan? Ja, in mijn geval wel. Ik kon er niet voetballen en ik was wel... met 10 jaar was ik al 1,70 meter, dus... Ja. Een bal trappen, dat kon ik niet. Probeer het maar even. En zodoende ben ik daar in het circuit van de keepers terechtgekomen. En bij Padua, waar ik ook mijn stage heb gelopen of mijn training heb gevolgd, ben ik daar als voetbal begonnen, maar wou niet. Dus ik ben wel keeper geworden en geen spijt. Dan aan de club GVC, de jongens krijgt gewoon Wessel, Meijer, zit nu op een goal bij de eerste. Ja, goeie keeper, Hessel? Ja, zeker. Fantastisch. Hele goeie keeper, ja. Laatste jaar een gigantisch groeit, hè? Ja. Dus ik heb vorig jaar net bij GVC spelen. Dus, maar wel wedstrijd, jongen. Ik speel al, denk ik, al sowieso niet in mooi, maar hij is heel erg vroeg, jongen. Ja. Is Wessel, maar ik Jesse echt het voorbeeld van de club, dat is van de stuk de groei. Ja, dat is Wessel, een jongen die ik kwam er 3 jaar geleden. Wel een gedreven kerel en wel druk bezig. Ja. Heel gedreven, maar ik vond hem wel druk. Dus we hebben wel gezegd, je kan wel goed keepen, je bezet een goede technieken. We gaan op de uitstraling aan het werk en een positionering van de keeper was heel belangrijk. Want hij stond er wel vaker te veel achter. Mee voetballen, dus we zijn wel vorig jaar begonnen met een project van proberen in ieder geval iets naar voren te staan en een steun te geven aan je achterhoede. Ja. Dus ik zie hem groeien en we zijn nog niet klaar. Dat is een jongen die potentieel hoger zou kunnen dan tweede klasse. Ik schat hem wel hoofdklasse nog hoger. Ja, maar we worden hem net kwijt natuurlijk. Ja. Ik hoop dan dat hij naar Heerenveen gaat, dat zou wel het mooiste zijn. Maar dat potentie is het een keeper die wel hoger kan en zou kunnen. Dus ik hoop dat hij wel lang hier blijft en dat wij wel jaren en plezier mogen maken, maar waarom niet? Ja, Jesse. Hij mag hier blijven. Maar je blauwe hersel, we mogen geen keeper. Nee. Maar dan komt er wel een andere. Ja, dat is we zorgen wel...
Dat er, kijk, Jesse was ook een project van een beetje een onzekere jongen, met alle dingen mee bezig, druk in de kop en een beetje wat onzeker. Nou, 3 jaar later is hij wel betrokken bij het eerste elftal. Ja. Hij pakt zijn balletjes. Het is nog niet een jongen dat je zegt, ik kan het wel, maar hij is nog niet rijp. Zo moet ik het wel zeggen, ja. Maar dat komt er wel. Ja, wat ik jonger ook nog. Ja, jong, hij is 18 jaar. Dan hebben we het over Jesse Breusma. Ja. Ik heb mijn Harkema aan de gong gezien. Ja. Want hij helpt hij ook maar de keeperschool. Hè? Ja, dat vond ik wel mooi. Hij is een keeperstrainer geworden van de keeperschool. Ricardo is een keeperstrainer. En de keeperschool is een ander project. En daar heb ik hem betrokken. Hij is nu keeperstrainer geworden. En ik stuur hem in maart naar een cursus. Want hij moet zijn diploma halen, maar hij is, elke zondagmorgen is hij wel erbij. Ja. Dus hij geeft wel trainingen. En dan heb ik nog een aantal jongens van 17 jaar die zorgen voor de toekomst van de keeperschool. Want de keeperschool is niet Ricardo, de keeperschool zijn de trainers. Die de training geven en ook de visie, mijn visie, wel verspreiden. Ja. Dus ja. Tekst er een heel soort tijd in, want ik wil stink naar draaien via hier. Helft het resultaat recuit, noem ze dat wat nam. Ja. Is er meer talent bij deze club of bij de club Westrijnstien en Iljout? Nou, ik vind het niet omdat ik hier trainer ben, maar ik vind het karakter, de inzet en de passie heel bijzonder. Heel bijzonder. Ik heb een jongen van 11 jaar, ik mag zijn naam wel noemen. Aten is het jongen en die is met 7 jaar begonnen en nu zie je met 10 jaar, hij is explosief, hij is gedreven, betrokken, wil leren. Hij stelde vragen, dus ook het interactie is heel belangrijk. Ja. We gaan de jongens ook na een training, neem ik de training wel op. Dus we hebben ook een systeem in Leeuwarden, een analysesysteem. Dus we nemen de training wel op. En na de training gaan we met z'n allen naar de kantine. Nou kan het niet meer vanwege de corona, maar we doen ook op het veld. We gaan met de camera. We nemen de training op en we gaan even de jongetjes even kijken, het video laten zien. En daar kunnen we wel een gesprek. En dan kunnen we kijken waar kan je beter keeper, waar moet je beter. Dat is het heel belangrijk. Ja, is plezier belangrijk? Ik vind het wel, plezier is het hoofdzaak. Als je dat niet hebt, dan kom je nergens terecht. Je moet het met plezier doen. Ja. Ik heb wel moeite af en toe, denk ik, goh, het regent of het is koud, het is sneeuw. Maar als ik daar op het veld sta, dan is het het probleem van de kou, dan merk je niet meer. Dan heb je plezier en dat gaat vanzelf. Ja, want dat zeg ik namelijk in Harkema ook. Want ja, wij zijn in Nederland was van allemaal cijfertjes en analyseren. Ja. Maar ik denk dat het plezier, dat straalde je in de recutie, de hele keeperskwalen. Ja, ja, dat is wel een kwaliteit. Je moet er wel wat je doet in het bedrijfsleven, of je doet in een keeperskwal, of je doet bij een club, of je doet op je werk. Als je geen plezier hebt, dan haal je je doelen niet. Ik heb altijd een doel. Ik denk het doel, niet een doel, maar een beter maken, beter worden. Dus ik ga ook naar school en ik probeer ook mezelf beter te worden, te maken. Maar je doet met plezier. Ook kost het wel veel tijd en energie, maar je krijgt er heel veel van terug. Ja, ik zie die nou snel als ik op de bank zit met de eerste, beheerder. Ja, dat was wel een... Dat in het kader van plezier. Het is ook kijken op zondag wat je op woensdag doet, op donderdag op het veld. Dus dan ga je wel een Wessel of een Jesse, dan ga je hem analyseren. Ik ben wel bijna elke zondag op het veld, of zaterdag. Dan kijk je wat onze jongens doen. Dus dat is ook interessant als jij denkt, nou ja, een training is een training, maar een wedstrijd is een andere gedeelte van de keeper, dan zie je echt wat door de week doen, dan zie je op een zondag. Ja. Dat is wel belangrijk. Is de hoofdjeugdopleiding die we vorige week in de uitzending hadden, is dat ik een stapje verder wat je combineren kan met je keeperskwalen, met de hele club? Ja, het is een samenwerking van meerdere gedeelten van het voetbal. Dus als je zo iemand hebt,
zoals nou een nieuwe erbij is gekomen, is heel interessant. Want ik heb hem kort gesproken en heb ik gezegd, die verdienen wel iets meer aandacht. Ja. Dus daar is al de stap gezegd tussen twee losse gedeelten van de club die wel in één moeten smelten. En het is heel belangrijk. Ik vind het prima idee. Een persoon, het is een persoon die tussen de partijen staat, maar toch iets kan neerzetten. Dat is heel belangrijk. Heel goede ontwikkeling voor de club. Ja. En je moet juist wat je zegt, de lijnen uitzetten. Vandaag en over 3 jaar komen de resultaten. Zie je nou op het veld, dan zijn we al jongens van 19. Ja, dat is de toekomst van de club. Ja. Hoe vier wordt Gema de grote talent, Ricardo? Wat is dit doel? Nou, het doel is het je visie verder breiden. En breiden bedoel ik meer keepers betrekken bij de training van de keeperschool, waardoor je misschien wel het talent vindt. En een club blij maakt met een keeper die misschien wel in aanmerking komt voor het eerst, of misschien nog hoger. We hebben wel net daarover gesproken, er zijn een paar die wel verder gaan dan een club. Maar ik ben al 56 en ik wil wel nog een aantal jaren verder. Ik denk wel nog wel 6, 7 jaar verder. Maar als je plezier hebt en je doet met z'n allen. Nou ja, ik ga nou geen datum aan vastprikken wanneer ik de handschoenen aan de muur hang. Nee, dat mag ik al. Dat gaan we niet doen. Dat is prima. En zolang de mensen mijn werk leuk vinden. En zolang mensen komen en zolang de mensen mij willen, dan stel ik me wel beschikbaar. Ja. De Nationale Tuinbon, de groenste cadeaukaart van Nederland.